De kerk van de toekomst is een gezelschap van vissers van mensen, waarbij ieder onderdeel beurtelings vangt en gevangen wordt. Dat citaat haal ik uit een boek van de theoloog Erik Borgman. Hij schreef een boek een paar jaar geleden, Waar blijft de kerk? En hij zette er als ondertitel bij: Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Dat lijkt mij een treffende titel. We hebben behoefte aan gedachten over de opbouw van de kerk. Terwijl we leven in een periode waarin de kerk helemaal geen florissante tijd doormaakt. En als je dan op, uh, denkt aan opbouw van de kerk voor de toekomst, zegt hij, dan moet je denken aan een uh, gezelschap van vissers, van mensen. Nou, dat vind ik een boeiende gedachte. Omdat dat dus eigenlijk zegt dat het. Vooral ook gericht is om mensen, nog meer mensen, te leren zien wie Jezus Christus is. Zeg maar een missionaire kerk. Maar de opvallende gedachte die hij eraan toevoegt is: als je nou kerklid bent, beschouw jezelf dan als iemand die soms vangt, maar soms ook weer gevangen moet worden. De boodschap van het Evangelie van Jezus Christus heb je soms ook weer helemaal voor jezelf nodig. En tegelijkertijd kun je ook op bepaalde momenten dat weer doorgeven aan anderen. En zo zie je de kerk dus als eigenlijk um, een instrument in Gods hand waarin iedereen die kerklid is, of misschien moet ik zeggen, gelovig is. Op een of andere manier betrokken is in dat opbouwen van die kerk. Deze gedachte is heel mooi te verbinden met wat we lezen in de Bijbel, in de brief van Paulus aan Filemon. Filemon is een vriend, een medewerker van hem. En hij schrijft hem een brief eigenlijk over een hele delicate kwestie, namelijk. Of hij eh, iemand wil opnemen in de huisgemeente. En dat zal voor Philemon niet meevallen, want degene om wie het gaat is namelijk een weggelopen slaaf van hem. Nou, Paulus stuurt Onesimus, die weggelopen slaaf, met een aanbevelingsbrief naar Philemon. En hij zegt eigenlijk: neem deze man in jullie midden op. Nou, alles wat er in dat briefje van Philemon aan Filemon staat, is eigenlijk een geweldige uitdaging om ons na te denken over opbouw van de kerk. Ook vandaag. Het gaat over de vraag van hoe laat je je overhalen om, om ingeschakeld te worden? Wat heb je nodig om te zien dat die ander ook wat kan doen? Wat is eigenlijk. Het Evangelie, waar gaat dat over? Wie, wie is eigenlijk de hoofdpersoon daarvan? Nou ja, al die vragen komen aan de orde. En dat brengt mij dus een beetje in de sfeer van wat ik gelezen heb in dat boek van deze theoloog. Die zegt van joh, ik wil graag nadenken over opbouw van de kerk in tijden van afbraak. Nou, ik hoop dat de Bijbelstudies. Die je kunt gaan volgen over Filemon. Je helpen om dat te bedenken, en daarin dus precies die spanning tussen vangen en gevangen worden ook op jezelf te betrekken. Ik hoop dat je er met veel plezier mee aan de slag gaat. En dan, eerlijk gezegd, lijkt mij het mooiste als je dat samen kan doen in een kring of met een groepje vrienden of kennissen, weet ik veel wie, in de gemeente of daarbuiten, dat je samen eerst dat briefje leest om na te denken wat het kan betekenen. Nou, zo wens ik jullie veel plezier met Bijbelstudies over Philemon en het nadenken over de opbouw van de kerk van Jezus Christus.